Hallo iedereen, ik ben Niels, student derde bachelor geneeskunde en in deze video ga ik jullie wat meer vertellen over je ouderenzorgstage in het eerste jaar geneeskunde. Deze video zit bijna een jaar in mijn drafts. Het kwam er nooit van om hem af te werken, omdat ik hem best saai vond. Maar ja, ik denk wel dat het nuttig kan zijn voor mensen die dit jaar hun eerste woonzorgstage hebben. Dus daarmee wil ik hem toch nog posten. Het is gewoon ik die mijn ervaring deel, dus hopelijk kan je het gebruiken. Vergeet niet te abonneren en te liken voor meer video's over geneeskunde. En laten we beginnen. In het eerste semester krijg je de kans om enkele woonzorgcentra te ranken. En op basis daarvan krijg je dan een woonzorgcentrum toegewezen. Het is natuurlijk gemakkelijk als dat dichtbij is waar jij woont. Ik zelf woon in Oudenaarde en kreeg een toegewezen in Anzenhem. Dat is niet super dichtbij. Ik had zelf nog niet mijn rijbewijs en de bus was niet zo gemakkelijk. Dus gelukkig had ik wel grootouders die mij konden voeren. Zo de eerste stage, dat is natuurlijk wel altijd spannend. Ik weet dat ik met mijn ouders de dag voor mijn stage alles een kijkje ben gaan nemen. Zodat ik wist waar ik naartoe moest, zodat ik alles moest zijn, zodat ik zeker op tijd ging zijn. De ouderenzorgstage startte op maandag en duurde tot vrijdag. Ik vond de eerste dag wel echt heel leuk. Ja, natuurlijk is het altijd zo wat wennen aan de nieuwe situatie. Het is totaal anders dan gewoon studeren. Dan ben je ineens een stagiair, loop je mee met die mensen. Krijg je de kans om die ouderen te helpen. Het is een kijkstage, maar afhankelijk van je stagebegeleider krijg je soms ook wel de kans om al eens dingen uit te proberen. En ja, in deze video ga ik uitleggen hoe het bij mij precies verliep. Dus de eerste dag kwam ik toe. Ik had mij wel voorbereid met wat informatie op te zoeken. Ze hadden mij ook informatie doorgestuurd over het woonzorgcentrum. Ik zat op een afdeling voor demente ouderen en ik denk wel dat dat een groot verschil maakt in je ervaring. Want met die mensen communiceren moet toch op een andere aangepaste manier. En ze hebben wel extra zorg nodig. Dus dat was wel heel interessant om allemaal te zien. Ik kreeg eerst een rondleiding van mijn stagebegeleider. En dan mocht ik eigenlijk de hele week allemaal zaken uitproberen. 'S Ochtends hielp ik met de mensen eten geven. Ik mocht ook medicatie geven. Dat was wel cool, want ja, dat is zoiets. Eerste aanraking echt met medicatie. Doorheen de week mocht ik met enkele beroepen van het woonzorgcentrum meelopen. Ik heb meegelopen met de ergotherapeuten, de kinesietherapeut, was ook leuk om te doen. En met de dokter, natuurlijk de huisarts. De huisarts kwam ook eens langs en dat was wel super cool. Dat was zo'n eerste keer met de huisarts mee, vond ik ook wel wat spannend. Die ging dan langs met de patiënten. En ja, dat is wel tof om te zien hoe die met de patiënten omgaat. Hoe dat in zijn werk gaat. Ik mocht dan ook voor de eerste keer iemands bloeddruk meten, wat compleet mislukt was, want ik had dat nog nooit gedaan. Maar dat is gewoon wel cool. Dat is zeker iets om naar uit te kijken. Ik vond het wel interessant om al die verschillende beroepen eens te zien wat zij allemaal precies moeten doen. Ook waren al die mensen super toegankelijk en kon ik vragen stellen. Je wordt wel geconfronteerd met veel ouderen die niet meer in staat zijn om voor zichzelf te zorgen. Sommige van die mensen zelf niet goed weten waar ze zich bevinden, dat ze in een woonzorgcentrum zijn. Ik had een patiënt die aan mij vroeg om haar naar haar juiste klas te brengen, omdat ze verdwaald was. Je leert echt wel heel veel bij over hoe je met mensen moet omgaan. En het is echt normaal om fouten te maken. Had ik anders kunnen doen, had ik beter kunnen doen. Maar ja, dat is ook waarom je een stagiair bent, om dingen bij te leren. En dan neem ik dat wel mee naar de toekomst. Ik zal daar enkele voorbeelden van geven. Bijvoorbeeld een patiënt die haar been gebroken had. En ik probeerde die constant gerust te stellen, want zij was altijd in paniek. Maar achteraf gezien was het misschien eens goed geweest om vaker met die patiënten met de rolstoel eens een wandelingetje te maken. Zodat zij niet het gevoel had immobiel te zijn, want dat was haar grootste angst. Zij had het gevoel immobiel te zijn. Ik probeerde haar gerust te stellen, maar dat hielp niet echt. Een ander verhaal is bij een Parkinson-patiënt. Ik wist niet goed wat Parkinson inhield. Ik wist dat wel zo wel vaag, maar wij hadden daar nog nieuws over geleerd. Ik wist dus ook niet goed hoe ik daarmee moest omgaan. Ik moest die patiënt eten geven en dat lukte niet zo goed. Wat logisch is, want die patiënten zijn motorisch iets trager. Dat gaat allemaal trager. Natuurlijk, die patiënt kon ook niet goed communiceren met mij door zijn motorische beperking. Ja, dat is heel moeilijk als je geen feedback krijgt. En ineens begon die patiënt te huilen.
Dus ik nam dat heel hard op mij. Oei, ik ben die patiënt hier aan het forceren eten te geven. Die wil dat niet. Ik had dat gecommuniceerd aan mijn hogerpleegster. En die zei, ja, stop dan maar met eten geven. Achteraf bleek dat die patiënt gewoon een oogontsteking had. Of zo, ja, van zijn traankanaal. Wat dus wel betekende dat die patiënt waarschijnlijk wel nog kon eten. En ik die patiënt te weinig eten heb gegeven op dat moment. Ik heb daar heel schuldig over gevoeld. Maar ik kon dat ook niet weten. En dat zijn zo'n dingen dat je moet leren. Leren omgaan met ouderen. Leren ouderen eigenlijk aflezen. Demente personen aflezen. Het is ook niet gemakkelijk om als jong persoon te moeten zorgen voor iemand die heel oud is. Ik voelde me daar soms wel schuldig over. Maar dat is nu eenmaal de leefwereld van die mensen. Ik vond op mijn stageplek dat ik de eerste dagen superveel had mogen doen. Maar dan naar het einde toe was er niet zoveel te doen meer. Waardoor ik me een beetje begon te vervelen. En gewoon wat rondliep op de stageplek. Wat praatjes maakte met de ouderen. Maar omdat ze dement waren, was het moeilijk om echt een diepe conversatie aan te gaan. Als ik ook de kans had gekregen om met niet-demente personen om te gaan, had ik waarschijnlijk nog wat meer bijgeleerd, omdat dat toch een andere aanpak vergt. Ja, dat was mijn ervaring met de stage. We moesten ook heel wat taken maken. Wees ook niet bang om vragen te stellen aan je stagebegeleider. Wees geïnteresseerd, toon initiatief. En dat komt er wel helemaal goed. Onthoud ook dat er al heel veel studenten voor jou zijn geweest. Dus die zijn wel gewoon om met studenten om te gaan. Ik heb nog veel leuke herinneringen aan mijn stage. Het is tof. Veel succes met je stage en tot de volgende video. Dag!